Het kan niet missen of Koninginnedag 2009 wordt een perfect day. Op 30 april klinkt het gelijknamige nummer van de Amerikaanse muzikant Lou Reed, namelijk op bijna alle 180 carillons in Nederland en op het grootste carillon ter wereld in New York. Het project is een initiatief van Goessenaar Eddie Beekman van kunststichting Stichtlicht en Chris Elzer uit Groningen. De Vlissingse bijaardier Jos Vogel speelde Perfect Day alvast voor de PZC. Eddie Beekman ontmoette Lou Reed vorig jaar en vertelde hem toen dat het nummer Perfect Day al sinds 1998 op Koninginnedag op het carillon van Goes te horen is, in een uitvoering van de Goese bijaardier Sjoerd Tamminga. Toen de Amerikaanse rockzanger en gitarist afgelopen november in Groningen was, heeft hij op uitnodiging van Beekman en Elzer een bezoek gebracht aan het carillon in de Martinitoren. Reed bleek zeer gecharmeerd van het typisch Nederlandse instrument en gaf toestemming om zijn nummer te gebruiken voor het project. Ook de Nederlandse Klokkenspelvereniging vond het een geslaagd idee. Jos Vogel noemt het project bijzonder. Nou, op zichzelf is dat vrij uniek. Er wordt eigenlijk dit soort initiatieven wel eens meer genomen om een stukje te spelen. Maar op dezelfde dag, dezelfde tijd dan, lukt dat niet. Dat komt eigenlijk bijna nooit voor. Dus zeker in de 5 jaar of zo dat er zo'n initiatief plaatsvindt. Omdat dit jaar tevens het Hudsonjaar, het 400-jarig bestaan van Manhattan, wordt gevierd, speelt Sjoerd Tamminga op 30 april Perfect Day op het carillon van de Riverside Church in New York, het grootste ter wereld.